Afgelopen zaterdag was het Eurovisie Songfestival. Ik ben zelf geen grote songfestival-fan, maar als oud-inwoner van Abbekerk vond ik wel dat ik mijn mede-oud-inwoner S10 moest horen, zien en bewonderen. Want ga er maar aan staan, zeg, om op je 21ste op zo'n podium te staan met je zelfgeschreven lied. Dan heb je lef en stalen zenuwen. Van de in totaal 40 deelnemende landen bereikte S10 met haar lied De Diepte de 11e plaats. Wat een topprestatie. Maar ik bewonder S10 niet alleen om haar zangprestatie en performance, maar vooral omdat zij een voorbeeld en inspiratiebron is voor heel veel mensen. Want S10 kampte jaren met depressie en psychoses waarvoor zij is opgenomen en behandeld. Eigenlijk is iedere vorm van psychische kwetsbaarheid een enorm taboe. Mensen die er last van hebben of hebben gehad, praten er liever niet over. En veel werkgevers wijzen sollicitanten die durven te vermelden dat zij in het verleden met een psychisch probleem te maken hebben gehad, direct af. Want onbekend maakt onbemind. En eens een gek, altijd een gek, is nu eenmaal een hardnekkig vooroordeel. Maar S10 laat op fantastische wijze zien dat we met alle vooroordelen de vloer aan kunnen vegen. Ze is heel open over haar psychische problemen. Ze staat op het podium, zingt en straalt met haar teksten en persoonlijkheid aan alle kanten uit. Kijk, luister, het gaat goed met mij. Ik ben er, ik leef, ik groei, ik doe mee. En natuurlijk heeft zij het heel moeilijk gehad. Maar zij heeft de balans weer gevonden en kan gewoon meedoen. Nou ja, gewoon. Buitengewoon. En dus is zij een voorbeeld. Want zoals S10 zijn er nog duizenden mensen die last hebben of hebben gehad van psychoses, depressie of welk psychisch ziektebeeld dan ook. Daar rust een taboe op, omdat we het vaak niet begrijpen. Dan houden we meer afstand. En dat is precies waarom er ongelooflijk veel mensen met een psychische kwetsbaarheid langs de zijlijn staan. Terwijl zij wel willen en kunnen werken. Misschien is een iets langere inwerkperiode nodig. Want wat extra coaching en begeleiding. Maar geloof me en kijk naar S10. Dit jaar is er in onze regio heel veel extra aandacht om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Het grootste probleem daarbij is om werkgevers te vinden die ze een kans willen geven. Bent u als werkgever op de hoogte wie van uw medewerkers last heeft of heeft gehad van psychische problemen? Stimuleert u openheid hierover? Bent u door het verhaal van S10 ook geïnspireerd en overtuigd? Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen gewoon meedoen in werk, maar ze moeten wel een kans krijgen. Wilt u zo'n kans bieden? Neem dan contact op met het werkgever Servicepunt Noord-Holland Noord.